really what stuck in it with us, it really works in the Beltway and policymakers and the public, is the simple truth, the immutable truth, that our dependence on technology is growing faster than our ability to secure. We want to ensure that the technology's potential impact on safety and life are worthy of trust. Doesn't mean we can go fix them, but we're going to do what we can with our power, with our talent, with our power of story and research, and by teaming with industry to make sure that we can achieve these goals. Did you like the block, right? Yeah. I think you like the bullpup too. It's nice. Yeah, it's pretty loud, but it actually doesn't have much of a kick to it. No, it's not very hard to people at all. My wife fired my Glock 40 and she liked it, but then she fired a 45 and she fell in love with 45. But he's got one 45 already. The philosophical side is being security is always this arms race, right? We're fighting the bad guys, we're the good guys, and it's not always clear which one's the good guy or the bad guy. So with technology computers, it's the technology itself is neutral. It doesn't do anything. It's what you do with it that determines the bad or the good. Guns are no different. They're physical objects. They can launch projectiles at high speed. They can be used for good or for bad. You can defend yourself. You can hunt for food. You can do something awful that you've seen in the news. Or you could be a government and do lots of awful things in recent history with them. But without them, you're definitely defenseless against any of it. And that means not just computer technology and the internet, but in my opinion, guns too. Is it made alone? Hold on, cyber rappers now? Nou, nee, er is niet een cyberwapenarsenaal wat landen hebben. Wat, kijk, wij bij digitale systemen, er sprake van een hoeveelheid software, een hoeveelheid eentjes en nulletjes. En in die eentjes en nulletjes, in die software, daar zitten kwetsbaarheden in. Op een of andere manier is die beveiliging niet in orde. Als jij dat wil, daar gebruik van wil maken, dan zul je dus informatie moeten hebben over wat dat systeem is dat je wil aanpakken. Ja, ja, maar is het zo, we hebben het al over de term zero days, die zero days te leggen? Zero days zijn kwetsbaarheden die wel ontdekt zijn, maar niet voorkomen. Dus dat zou de eerste stap zijn naar het cyberwapen? Ja. Beschikt er iemand over dat soort zero days? Leuk, verder geen afspraak. En is dat omdat... ja, want van andere landen is het bekend, daar lezen wij niet veel over, dat ze al beschikken, ook dat een handel is in COD's. Maar ze zijn nodig voor de COD's. Als jij een systeem wil aanvallen waarvan geen kwetsbaar, waarvan je de inlichtingen hebt dat daar geen bekende kwetsbaarheden zijn, dan zul je dus gebruik kunnen maken van onbekende kwetsbaarheden. En dat zijn zogenaamde COD's. Maar COD's die zijn ook maar een beperkte levensduur. Op enig moment wordt dat systeem